Wij hebben de president daarvoor bedankt voor de uitnodiging, maar we hebben wel afgezegd van onze deelname aan de nationale dialoog. En waarom? Uh, wij zijn al sinds een aantal maanden bezig met de president en zijn ministers om te kijken hoe de vers ondersteuning kan bieden op het verzoek van de president aan, 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 aan het herstel van onze financiële economische situatie. Dat loopt absoluut niet. Uh, en wij hebben vaker ook onze adviezen gevraagd en ongevraagd gegeven aan. De regering en aan andere overheidsinstituten. en ook aan de Nationale Assemblée. We hebben gemerkt dat er bitter weinig gebeurt met de adviezen van de president. Na de demonstraties van de Organic Movement. was er ook een dialoog onder leiding van minister Ramdien van Biebes De VES had daaraan geparticipeerd. We hadden toen al onze adviezen van de afgelopen uh, twee jaren. Tweeënhalf jaar hadden wij gebundeld en beschikbaar gesteld aan de minister. We hebben niets vernomen daarna. We hebben het ook aangeboden aan de president uh, onder de titel uh, Wat de regering Santoki niet wil weten. Uh, dus wij uh, zijn van oordeel dat. Uh, men gewoon terug moet kijken naar de adviezen die de vers heeft gegeven. En gewoon min of meer de adviezen uh, daadwerkelijk opvolgen en doen wat men beloofd heeft. En uh, op basis daarvan hebben wij van de vers besloten om niet in te gaan op uh, de nationale dialoog. Omdat de regering weet hoe wij denken over een aantal vraagstukken.